En zo zijn ze in de rechterlijn overzijde. Voor de laatste keer. Nog altijd dezelfde leider. En dat is Discovery Swiss. En Minima gaat er eens even lekker voor liggen. Twee lengte voorsprong heeft hij. Tweede plaats voor Colonel Newport. Die loopt niet meer in. Die win OMC doet dat ook niet. De enige die dat zou kunnen zit vast. Dat is Chubby Bobber. En zo zijn de paarden halverwege de laatste bocht. En daar leidt nog altijd Discovery Swiss. Grote voorsprong. 3-4 lengte. Komt als eerste in de laatste rechterlijn. Discovery Swiss. Daarachter de strijd om de plaatsen. Maar Minima, die zondag gaat trouwen, viert nu alvast een klein feestje. Hij wint hem helemaal alleen. Discovery Swiss de winnaar. Tweede plek is aan de buitenzijde voor Bivino EMC. En derde wordt aan de relingzijde Colonel Newport. Uitslag is officieel, dames en heren. Daar is hij al, Dennis Minima. Hij wint bij Discovery Swiss. Het was de grootste favoriet van de dag. Die wint hier in 1-23-8. Dan zijn alle ereprijzen voor Dennis Minima. Hij wint hier de Fit Club Rodenburg Sico Casimir prijs. Sico Casimir natuurlijk bekend van beeldgeluid die u kunt huren. En de Fit Club Rodenburg is natuurlijk hier in Leek de beste fitnessclub die er is. En er is ook, zijn er open dagen, daar kunt u van 1 tot 11 september kunt u daar nu naartoe om te gaan fitnessen en te kijken of dat een beetje iets voor u is. Dus de Fit Club Rodenburg. En Sikko Kazemier organiseert ook allerlei andere evenementen in de Rodenburg Hall, waaronder een tribute to ABBA. En dat is wellicht ook leuk voor Dennis Minima. Maar Dennis, je reed iets met Discovery's Wish. Jij zei van tevoren al, ik wil de kop pakken en het dan af gaan maken. Dat ging het ook eigenlijk zo. Totdat Elke Kruis ineens dacht, laat ik bijna voor de bochten voorbij knallen. Nou, ik had hem inderdaad niet zien komen, dus hij ging op het goede moment. Ik was net mijn helm goed aan het doen, want Denise drukte mijn helm van mijn hoofd af, omdat ik zo langzaam rijd even. En toen was ik met mijn helm omhoog gaan doen en toen kwam hij ook in één keer aan knallen. Maar ja, deze kan zo verschrikkelijk versnellen op binnen 10 meter. Ja, dan komt hij er toch niet overheen. Dat kwam hij ook niet, er kwam helemaal niemand meer overheen. Fantastische zege, het paard is sowieso in geweldige vorm, staat bovenaan in de grasbaan trofee. Vorig jaar wonnen jullie met Zioletta D. Ik neem aan dat dit jullie proberen om dat opnieuw te herhalen. Hij gaat neem ik aan naar Jouren. Jazeker, het weer eerste band in de steeds koers. Maar Common Scott heeft toch, die staat met 2 punten achter, als hij vandaag wint. Maar die kan toch 2 keer lopen op Jouren en Elliot Charisma ook nog. Dus het is nog niet beslist. Het is nog niet beslist, dat is het nog zeker niet. Maar de andere paarden die bovenaan stonden deden het ook al goed hier in Leek. En deze Discovery Swiss deed het ook fantastisch. Fokproduct van de familie Kloosterman, deze zoon van Incredible Hulk uit Butterfly As. Zij zijn nog steeds de eigenaar van deze Discovery Swiss. En zij mogen dan ook in de mooie koets. De start is vrij. Paarden gaan de bankvak in. Deelnemers, start vrij. Start gevallen en we gaan een rondje meer inderdaad, dames en heren. 4,5 ronde voor deze deelnemers. En hopelijk tellen ze zelf ook mee. De leiding wordt genomen door Axel Cartouche. Axel Cartouche gaat als eerste op weg naar de bocht. Daarachter een duel om plaats 2 op dit moment. Terwijl Axel Cartouche ook nog onder druk komt in de eerste bocht. En zo gaan ze de eerste bocht door. Axel Cartouche aan de buitenzijde komt de favoriet Discovery Swiss naar voren. Die wil de leiding ook graag overnemen. Ik denk niet dat dat een probleem is. Want Denise Pennekamp heeft een tijdje met Dennis Minima samengewerkt. En dan bouw je toch een band op. En trouwen gaan ze dan nog niet. Dat doet Dennis met Anita. 4 ronden te gaan nog. Leiding in handen van Discovery Swiss. Daarachter ligt Axel Cartouche. Derde plaats daarachter is voor Chubby Bobber. Op de vierde plaats daarachter volgt dan Niels Jongejans met Sugar Babe. Dan volgt Colonel Newport. Daarachter Jan Thijs de Jong met Bivino EMC. En die had een paar mispasjes, maar loopt gelijk weer. En daarachter Voron of de Pen. En op grote achterstand geraakt Elliot Rich. Zo gaat de paard op weg naar de linkerbocht. En dat weten eigenlijk alle deelnemers. Discovery Swiss leidt. Discovery Swiss. Daarachter komt nu een aanval, een tussenaanval. Ilke Kruis houdt niet van dat tempo drukken. En ineens heeft hij de koploper bijna verrast. Colonel Newport is ernaast, maar net niet voorbij. Discovery Swiss waakte net op tijd weer op. En zo heeft hij de binnenkant nog net weten te verdedigen. En houdt hij de leiding. Discovery Swiss, we hebben straks nog 2 ronden te gaan. Nu onder druk van Colonel Newport. Ilke Kruis is van het motto sterven in het harnas. En dat vinden we leuk om naar te kijken.
kijken. Hij parkeert nu wel in, trekt ook de proppen. En we hebben nog twee ronden te gaan. Discovery Swiss, daarachter volgt Colonel Newport. Dan Axel Cartouche. Eerste paard aan de buitenkant, Bivino EMC. Daarnaast aan de relingzijde volgt Chubby Bobber. En daarachter is het Sugar Babe. En een paar lengte daarachter heeft niet helemaal de vorm van vroeger meer. Voron of Tuppe. Paard op weg naar de linkerbocht. En Discovery Swiss heeft nu weer een makkelijke voorsprong. Minima kijkt weer opzij. Maar dat tempo drukken wat hij net deed, dat durft hij nu niet meer aan. Daarachter op de tweede plaats, Colonel Newport. Daarachter op plaats 3 ligt Axel Cartouche. Bivino EMC komt iets dichterbij. Aan de buitenkant gaat mee Sugar Babe. En daarachter aan de relingzijde zit nu vast Chubby Bobber. En zo komen de deelnemers de rechte lijn voor de tribune weer in. Denk dat de deelnemers ook meegeteld hebben, want we hebben toch echt nog één ronde te gaan. 2800 meter in deze koers hier op Leek. En het is nog altijd Discovery Swiss die leidt. Discovery Swiss, Colonel Newport op plaats 2. Derde aan de buitenkant, Bivino EMC. Dan Axel Cartouche, loopt geen meter te veel. Daarachter krijgt een mooie koers Sugar Babe. Vast aan de relingzijde zit Chubby Bobber. En die kan er nu nog niet uit, want nu komt ook nog Voren of Tuppe. En daarnaast, het zit hem niet mee. En zo zijn ze in de rechte lijn overzijde. Voor de laatste keer. Nog altijd dezelfde leider. En dat is Discovery Swiss. En Minima gaat er eens even lekker voor liggen. Twee lengte voorsprong heeft hij. Tweede plaats voor Colonel Newport. Die loopt niet meer in. Bivino EMC doet dat ook niet. De enige die dat zou kunnen zit vast. Dat is Chubby Bobber. En zo zijn de paarden halverwege de laatste bocht. En daar leidt nog altijd Discovery Swiss. Grote voorsprong. 3-4 lengte. Komt als eerste in de laatste rechte lijn. Discovery Swiss. Daarachter de strijd om de plaatsen. Maar Minima, die zondag gaat trouwen, viert nu alvast een klein feestje. Hij wint hem helemaal alleen. Discovery Swiss de winnaar. Tweede plek is aan de buitenzijde voor Bivino EMC. En derde wordt aan de relingzijde Colonel Newport.